Boodschapjes. Dag, alle lieve vlogkijkers. Ik weet dat onze premier heeft gezegd dat we niet moesten hamsteren. Maar sorry, het is niet gelukt. Ik heb niet heel veel van hetzelfde gehaald. Ik ben niet thuisgekomen, maar 8 rollen wc-papier. Of 8 pakken van 8 rollen wc-papier. Maar ik heb wel extra's gehaald. En dat is niet zozeer omdat ik bang ben dat de supermarkten leeg raken. Daar geloof ik niet zo in. Het is meer... Dat ik niet op en neer deed het wil naar de supermarkt voor Jan Lul. Stel ik ben besmet, dan kan je zomaar iemand anders besmetten en dan gaat het probleem niet voorbij. En kan ik geen Formule 1 kijken of bier zuipen. Want dat zijn de dingen die natuurlijk echt belangrijk zijn voor mij. Dat is natuurlijk niet waar. Maar ik wil gewoon dat het zo snel mogelijk voorbij is. En mijn bijdrage is dan iets meer in één keer kopen. Zodat ik niet zo vaak naar de supermarkt hoef, zodat ik niet onnodig in contact kom met mensen. Weet je wel, stel dat ik het heb, dan kan ik niemand besmetten. En stel dat ik het niet heb, dan word ik hopelijk niet ziek. Even tussen jou en mij, ik was voor de carnaval al niet heel lekker. Ik had eens zo'n zure koppijn en weinig energie. En je weet het natuurlijk niet, maar achteraf gezien denk ik dat dat best eens corona zou kunnen zijn geweest. Want ik was echt, echt niet lekker. En ik ben natuurlijk wel eens verkouden of koorts, maar dit was wel even anders. Ik had niet heel erg koorts, maar... Maar ja, weet je wel, toen zat het nog in China, toen begon het net in Italië geloof ik. Dus ik dacht, nou, dat zal allemaal wel loslopen. Maar ik weet het niet. Dus ik ga ervan uit dat ik het... niet heb gehad in de zin van social distancing, maar ook weer wel. Heel raar. Maar het zijn dan ook hele rare tijden. Daarover later meer. Op dit moment zijn allemaal goed aan het ontdooien, dus ik ga jullie even verplaatsen mee naar de vriezer. Want ik moet even snel alles moeten quarantaine. Want anders bevriest het en dat moet ik niet hebben. Oké. Maar ik dacht dat er wat tussen mijn tanden zat. Kijk, want ik ga keihard op de smoothies de laatste tijd. Ik zit alleen maar tosti's te vreten op het werk. En ik ga niet meer, jongen. Dat kan echt niet meer. Ik was zo godsverdomme zuur een paar weken terug. Dat ik denk, nou, als de lente weer begint, dan... Gewoon even wat gezonder eten. Dat merk eet ik niet echt, dat doe ik gewoon, dan doe je gewoon heel snel een tosti. Dus daarom die smoothies, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Dan doe ik er gewoon heel veel havermout in. Of gewoon een normale hoeveelheid havermout. Kunnen jullie mij zo nog een beetje zien? Oh ja, dan moet ik even fixen. Heel even hoor. Nee, dan doe ik er gewoon een beetje havermout in. En dan cranberries of wat kan ik nog meer? De pompoen. Kaassoeflees. En dan, dan blijft het. Dan krijg ik ook een beetje mijn groente binnen. En ook. Kijk, het was natuurlijk een beetje allemaal onzeker hoe het zat met mijn werk. Oh, dat weten jullie natuurlijk helemaal niet. Want de laatste keer dat ik vlogde was de shop dicht. Nou, die is inmiddels wel open dus. Dus dat was even heel raar, want in één keer had ik 3 weken vrij. En de dag later niet. En de dag later was ik gewoon weer aan het werk. En onze directeur heeft al aangegeven van, nou, ik betaal jullie gewoon door. De rode bieten. Moet ik even een stukje snijden. Voordat ik ze invries. Ik betaal jullie gewoon door. In ieder geval voor die aankomende 3 weken. Daarna moeten we even kijken. Dat zei hij niet, maar daar vul ik nou zelf in. Dus dat is mooi, want dan ben ik in ieder geval gegarandeerd van mijn inkomen de aankomende 3 weken. En vanaf daar even verder kijken. Ik heb al wel financieel rantsoen opgesteld. Dat ik daarom ook die boodschappen nu. Dus dat ik alles in één keer haal en niet zoveel bullshit geld ga uitgeven. Een weekbudgetje ingesteld, zodat ik extra dingen zit er even niet in. Want het is niet zo dat het er niet aankomt, het geld. Maar je weet niet wanneer het
Het is gewoon een beetje onzeker tijd, dus je weet niet wanneer het ophoudt. Dus ik doe dan liever even rustig aan met mijn centen. In plaats van dat ik daar in één keer weer overal betalingsregeling voor moet gaan aanvragen. Wat ik al wel heb gecheckt of het mogelijk is. Oh. Ja, was iedereen daar heel relaxed in. Maar ja, dat is nu aan het begin van deze coronacrisis, weet je wel. Ik weet niet hoe ze er over 2 maanden in staan. Dus ja, hele rare tijd. Kijk ook, ik heb vandaag nog geen coronanieuws gekeken. Het was van de Social Distancing Show van Trevor Noah. Die is echt heel vet, moet je checken. Over wat er allemaal in Amerika gebeurt. Spinazie. Lekker. Kut, even wachten hoor. Dat is voor een beetje groente in mijn smoothie, anders ben ik alleen maar fruit aan het drinken. En dat kind of defeats the purpose van meer groente. Maar ja, ik kijk dus heel veel coronanieuws. Ik vind dat toch wel heel interessant te volgen over hoe het ervoor staat. En ja, zoals het er nu voor staat, lopen we precies 2 weken achter op Italië. Dat zal ik vandaag nog. En daar zijn inmiddels... ja, weet ik veel. 10.000 besmettingen, 1.000 doden of zo. Volgens mij nog meer. Dus heel die IC's die liggen daar overhoop. Dat is echt één grote keringzooi. En ik hoop dat we daar hier niet naartoe gaan. Geraspte kokos, altijd belangrijk. Ook eerst even portioneren voordat we erin gaan. Oké, heel even. Ik moet heel even concentreren. Nu moet terug. Die moet geprogrammeerd worden. Ja, oké, we gaan weer terug. Yes, dan zet ik jullie hier weer in de kast. Kijk eens. Dus ik weet niet waar ik was gebleven, maar ik ga gewoon verder. Dus ja, rare tijden. En ik denk ook, ik denk zelf dat het zo'n, weet ik veel, 3 maanden gaat duren of zo. Echt die diepe ellende en dan dat de rest ellende zich gaat volgen. En met diepe ellende bedoel ik lockdown. Alleen naar buiten met een briefje, dat denk ik niet dat we dat gaan doen, maar je weet het niet. Ik hou er wel rekening mee. En dan komen natuurlijk de economische gevolgen, want er gaat nou een miljardenpakket naartoe. En vroeg of laat gaan er toch bedrijven omvallen en gaat personeel een baan verliezen. En die hebben daar ook allemaal geen geld, dat moet allemaal naar de WW. Dat gaat ons land bakken met geld kosten. En gezondheid staat voorop, hè. Dat begrijp ik niet verkeerd, maar... dat is wel de realiteit. En dat vind ik ook wel interessant om bij mezelf te ontdekken trouwens. Want vroeger gaf ik geen ene kloot om de economie. Maar nu merk ik dat dat toch wel belangrijk is. Maar goed. Ik zal er niet al te veel woorden meer of wel maken. Het is gewoon... ik doe wat ik kan. Ik ga niet naar buiten als dat niet hoeft. Ik hou rekening met die 1,5 meter. Ik doe mijn handen wassen. En ik wil eigenlijk iedereen vragen om dat ook te doen als je niet voor bullshit naar buiten moet. Kijk, als je nou met elkaar werkt of je ligt 's avonds samen met elkaar in bed, dan hoef je natuurlijk geen 1,5 meter afstand te houden. Dat is een beetje onzin. Maar als het even kan, dan doe het. Want dan is deze ellende zo snel mogelijk voorbij. En dan met minimaal verlies op mensenlevensgebied en... stress, economie, noem maar op. Maar wel heel raar hoe het allemaal zo snel kan gaan. Ja, ik heb geen corona, denk ik. Ik heb gewoon te veel gerookt. Van de stress, motherfuckers, I'm stressed out. Maar het valt eigenlijk best mee, ik ben eigenlijk best relaxed. Maar goed. Ik denk dat ik er een eind aan ga breien. Volgens mij heb ik alle dingen over corona wel gezegd die ik kwijt wilde.
Ja. Hou iedereen in de gaten. Zorg een beetje voor jezelf en ook voor anderen. En hou die regels natuurlijk intact, want dan is het gezeik allemaal zo snel mogelijk voorbij en kunnen we gewoon weer naar de orde van de dag. En dat is Formule 1 kijken, voetbal kijken, lekker met vrienden een spelletje kunnen doen zonder zorgen te maken over dat ik iemand dodelijk besmet. Wat is meer? Ja, werken, maar dat doe ik nou nog steeds. De shop blijft tot na de orde gewoon open. Tenzij ze volgende week natuurlijk heel het land op slot gooien. En dan, nou, dan zit ik weer thuis. Maar nog één ding om wel af te sluiten. Dat vinden jullie wel leuk, denk ik. Vorige week zondag kreeg ik natuurlijk te horen dat ik 3 weken niet zou werken. Omdat alle shops en alle horeca gingen dicht. En ik heb dan het geluk dat ik in een coffeeshop werk. Dus wij hebben een winkel waar we softdrugs verkopen. Maar we hebben ook een horeca gedeelte waar je drank kan nuttigen, eten en roken natuurlijk. Maar alleen de horeca gedeelte is bij ons gesloten, dus de winkel blijft gewoon open. Dus daar kan ik gewoon nog mijn uurtjes maken. Maar dat wilde ik helemaal niet zeggen. Ik dacht dus dat ik 3 weken niet hoefde te gaan werken. Dus ik heb meteen heel de kiet overhoop gehaald. Eerst mijn financiën in orde gemaakt. Oké, hoe erg is het? Wat kan ik allemaal leiden? Waar moet ik rustig aan doen? Nou, oké. Dat helder gemaakt voor mezelf. Dat gaf me heel veel rust. En dan kan ik weer verder met mijn leven, als het ware. Daarna de administratie helemaal gedaan. Van de afgelopen 3 jaar. Ik doe altijd die brieven die binnenkomen van de Belastingdienst en de gemeentes en weet ik het allemaal maar. Je checkt het. Je weet wel toch? Je checkt het. Moet ik wat doen? Moet ik niet iets doen? Oké, moet ik iets doen? Dan ga ik het doen en moet ik niet iets doen, dan gaat het op de stapel. Maar ja, dat was op een gegeven moment echt zo'n stapel van dingen die ik nog moest uitzoeken. Dus nou, dat heb ik inmiddels gedaan. En de administratie is wel helemaal op orde. Ik sta er goed voor, mochten jullie geïnteresseerd zijn. En voor de rest heb ik de huiskamer opnieuw ingedeeld. Kijk, ik heb het nou in een hoek gezet. Ik wilde toegang tot het raam hebben. Nu stond die tafel deed het voor het raam. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar eerst stond die tafel dus voor dat raam. En dan moest je zo lopen kloten met dat raam open doen. Dat was echt heel vervelend. Dus nou heb ik hier zo'n mooi muziekhoekje. Ik moet alleen nog even kijken wat ik met de soundsystem doe hier. Want dat is... Ja, daar. Het is nog niet helemaal feng shui, klopt niet. Maar ja, daar denk ik over. Dat komt daar vanzelf, weet je wel. En hier allemaal dingen die ik heb ingezaaid. Maar dat doe ik binnenkort wel even een aparte vlog aanwijden. Want ze zitten nu op 13 minuten. Dat is lang zat. Dat is denk ik een record in de afgelopen 2 jaar. Dus ja. Blijf veilig. Ben lief voor jezelf en voor anderen. En laten we er met z'n allen het beste van maken. En als je wat nodig hebt, dan laat maar weten. En ja, daar is het. Fijne zondag iedereen. Go get 'em.